Geachte kijkers, het is vandaag donderdag 28 maart. Niet zomaar een dag, nee. We staan op het Ridderplein en dat is omgetoverd in een soort paradeplaats. Een ceremoniële overdracht van het commando gaat hier zo dadelijk plaatsvinden. We hebben het dan over Defensie, grondgebonden luchtverdedigingscommando. En u weet dat dat gevestigd is op de grens van Gimmert-Bakel enerzijds en Venray anderzijds. Vredepeel, de Rips heet het ook wel. En vandaag gaan we dus zien dat alle nieuwe militairen, alle nieuwe aanwas, zo dadelijk de eed gaan afleggen of de belofte. Maar er is ook een wisseling van commandantschap. Niet zozeer wat betreft de kazerne, maar wel wat betreft de deeltaak die ook bij de Defensie grondgebonden luchtverdedigingscommando hoort. En dat is de traditie hoog houden, de herdenkingen regelen en bij aanwezig zijn. Zorgen voor de veteranen. Dat is een commandeurschap, commandantschap, dat een soort deeltaak is. En dat wordt overgedragen door de commandant. De overdracht gaat geschieden van kolonel Jos Kuipers. Die draagt die deeltaak over aan luitenant-kolonel Wesley Dijkshoorn. Er zijn dus eigenlijk twee ceremonieën. En wij gaan vandaag kijken hoe zo'n militaire ceremonie in zijn werk gaat. Dames en heren, namens uw gastheer, de commandant grondgebonden luchtverdedigingscommando, heet ik u van harte welkom. De ceremonie van vandaag zal plaatsvinden in twee delen. We beginnen straks met de beëdiging van land- en luchtmachtmilitairen. En na de beëdiging zullen we overgaan naar de commando-overdracht van het korps Luttelartillerie. Vandaag zal de commandant van het Defensie grondgebonden luchtverdedigingscommando, kortweg DGLC, militairen beëdigen. Rapport! Geen bijzonderheden. 800 scholen. Geen bijzonderheden. 802 scholen. Geen bijzonderheden. Enige militairen. Geen bijzonderheden. Staf, Joint KC. Geen bijzonderheden. Op plaats. Rust. Rust. Nu zal de civiele cortège de paradeplaats betreden. Zal de regimentsvervaarder garde grenadiers en jagers optreden. Thank you.
Dames en heren, mag ik u voorstellen de regimentsfanfare, garde, grenadiers en jagers. Dankjewel, Marcel. Dames en heren, nu zal de vaandelgroep de paradeplaats betreden. Mag ik u vragen, indien u hiertoe in staat bent, te gaan staan? In deze groep bevindt zich het vaandel van het Korps Luchtartillerie en het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht. Vaandels en standaarden van het Koninkrijk der Nederlanden zijn in 1820 ingevoerd. Het oorspronkelijke doel, het verzamelpunt van het gevecht en het baken van de bevelvoering, is in de huidige moderne tijd achterhaald. De symbolische betekenis is echter gebleven. Onze vaandels zijn een stoffelijk symbool van de band tussen Zijne Majesteit de Koning en de vaandeldragende eenheden. Voor de eenheden zelf is dit het teken van onderlinge saamhorigheid en traditie. Vaandels zullen dan ook altijd met de nodige eerbewijzen worden behandeld. Vervolgens ziet u een detachement te beëdigen militairen. De militairen die vandaag beëdigd worden, zijn van het DGLC aangevuld met enkele militairen van de luchtmachtreserve. Vandaag zullen er 9 luchtmacht en 33 landmachtmilitairen worden beëdigd. Dank u wel, u mag weer plaatsnemen. Commandant DGLC en zijn adjudant zullen nu de paradeplaats betreden. De paradeinspecteur is tevens de beëdigingsautoriteit. De paradecommandant zal de aangetreden eenheden bij de commandant melden. Daarna zal hij de vaandels en alle aanwezigen ceremonieel begroeten. Afdeling, Brengt! Goed! Inhouding! Start!
Dames en heren, mag ik uw aandacht voor de commandant grondgebonden luchtverdedigingscommando. Allereerst een welkom aan de burgemeester van Veen en vertegenwoordigers van de gemeente Gemert-Bakel die het mogelijk hebben gemaakt dat wij hier vandaag te gast zijn. Welkom ook aan alle collega's bij de beëdiging van een aantal collega-militairen van de Defensie grondgebonden luchtverdedigingscommando. Een speciaal welkom aan de ouders en relaties van de te beëdigen militairen. Ik waardeer de belangstelling die u met uw aanwezigheid toont voor uw relatie bij deze bijzondere gebeurtenis. En daarnaast ook een warm welkom voor de, kijk u even aan, regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers die deze beëdiging muzikaal ondersteunen. En tot slot een welkom aan de te beëdigen militairen. Het moet jullie vast een goed gevoel geven om de eed of belofte af te leggen ten overstaan van zoveel collega's, familie, relaties en belangstellenden. Dan gaan we nu aanvangen met de beëdiging. De begeleidingsofficier van het detachement te beëdigen militairen zal zich bij de paradeinspecteur melden en de bijzonderheden doorgeven. Aansluitend zal de paradecommandant verzoeken om de beëdigingsorde voor te lezen. Begeleidingsofficier. Op grond van het gestelde in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement artikel 126. Alpha, de militairen zullen op donderdag 28 maart 2024 de eed of belofte afleggen. De eed of belofte wordt afgenomen door commandant grondgebonden luchtverdedigingscommando. Was getekend commandant Defensie grondgebonden luchtverdedigingscommando, tevens commandant korps luchtartillerie. Vredepeil 28 maart 2024. De paradecommandant zal nu als eerste het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht laten uittreden en zullen de militairen aangesteld bij de Koninklijke Luchtmacht worden beëdigd. Afdeling, vaandel Koninklijke Luchtmacht uittreden. Rust. Ik wil bij voor belofte worden. Ik beloof vertrouwen aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerp ik aan de krijgstocht. Dat beloof ik. Voor de belofte. Ik beloof trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Ik wou bij voor de eed, koning. Ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de kruistocht. Zo waarlijk helpt mij God mijn dag.
Meld mij voor de eed, kolonel. Ik zweer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk help mij God almachtig. Voor de eed, kolonel. Ik zweer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Ik beloof trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Ik meld mij voor de eed. Ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Meld me voor de belofte, kolonel. Ik beloof trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Ik meld mij voor de eed, kolonel. Ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Nu zal de kwade commandant het vaandel van de korps luchtartillerie laten uitreden en zullen de militairen, aangesteld bij de koninklijke landmacht, worden bijeengebracht.
Op plaats! Rust! Rust! Ik meld me voor de belofte, kolonel. Riet, leg je handen op de vaandel, zeg maar na. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof. Dat beloof ik. Ik meld me voor de eed, kolonel. Goed, leg handen op de vaandel. Zeg maar na. Ik zweer trouw aan de koning. Ik zweer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ik wil mij voor de belofte, kolonel. Goed, op de vader, zeg maar na. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Help mij voor de belofte, kolonel. Wel goed, leg handen op het vaandel en zeg mij na. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Ik meld mij voor de belofte, kolonel. Goed, leg je handen op het vaandel. Zeg mij na. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Nou, we hebben volle belofte, kolonel. Goed, leg handen op het vaandel. Zeg mij na. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Bel mij voor de belofte, kolonel. Goed, leg handen op het vaandel. Zeg maar na. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Meld mij voor de belofte, kolonel. Goed, ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Ik woon mij voor de eed, kolonel. Goed, ik hand bevallen. Zeg mijn naam. Ik zweer trouw aan de koning. Ik zweer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ik bel mij voor de belofte, kolonel. Goed, leg je handen op het vaandel, zeg mijn naam. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Ik meld mij voor de eed, kolonel. Goed, dan de vaandel. Zeg mij na. Ik zweer trouw aan de koning. Ik zweer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ik nam me voor de belofte, kolonel. Goed, met je handen van God, zeg maar na. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik.
meld mij voor de belofte, kolonel. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Wel bij voor belofte, kolonel. Goed, ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Meld mij voor de belofte, kolonel. Goed, ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Ik meld mij voor de belofte, kolonel. Goed, ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Ik meld me af voor belofte, kolonel. Goed, zeg maar. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Ik meld mij voor de belofte, kolonel. Goed. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Ik meld mij voor de belofte. Vandaag. Goed, ik aanbeval me. Zeg mijn naam. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Ik meld mij voor de belofte, kolonel. Goed, met je antwoord van me, zeg mijn naam. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Ik meld me voor de eed, kolonel. Goed, leg je handen op vader. Zeg mijn naam. Ik zweer trouw aan de koning. Ik zweer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. Onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Ik meld me voor de belofte, kolonel. Goed, ik kan het van. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Nam me voor de eed, kolonel. Goed, ik kan het vader. Zeg mijn naam. Ik zweer trouw aan de koning. Ik zweer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Meld me voor de belofte, kolonel. Goed, dat is anders van me. Zeg mijn naam. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik.
meld me voor de eer, kolonel. Goed, met je hand het vaandel. Zeg mijn naam. Ik zweer trouw aan de koning. Ik zweer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik meld me voor de belofte, kolonel. Goed. Mijn vader was, dat is ook mijn naam. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Meld me voor de eed, kolonel. Goed. Neem het vader vast. En zeg mijn naam. Ik zweer trouw aan de koning. Ik zweer trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Meld me voor de belofte. Goed. Vader Bas, dat zegt mijn naam. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Meld mij voor de belofte, kolonel. Goed, pak het vader vast en zeg mijn naam. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Meld mij voor de belofte, kolonel. Heel goed, pak het vader vast. En zeg mijn naam. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Meld mij voor de belofte, koning. Nou goed, ik ben vader was, zeg mijn naam. Ik beloof trouw aan de koning. Ik beloof trouw aan de koning. Gehoorzaamheid aan de wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten. En onderwerping aan de krijgstucht. En onderwerping aan de krijgstucht. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Rust! Geachte aanwezigen, zojuist ben u getuige geweest van de beëdiging van onze collega's. Deze beëdiging is voor de militairen een bijzonder moment en veel meer dan slechts een administratieve handeling. De oorsprong ligt in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement, waarin staat, en ik citeer, dat het mondeling afleggen van de ede of de belofte, indien een eenheid waartoe de militair behoort over een vaandel beschikt, op dit vaandel geschiet. Einde citaat. Daartoe zijn de militairen die registratief ingedeeld zijn bij de luchtmacht beëdigen op het luchtmachtvaandel en de militairen die ingedeeld zijn bij het korps luchtdoelartillerie beëdigd op het vaandel van dat korps. Hiermee zijn alle zojuist beëdigde militairen nu beëdigd ambtenaar met alle rechten en plichten van dien.
En ik kan de strekking het beste uitleggen door nader in te gaan op de door de zojuist geëdigde militairen uitgesproken beëdigingsformule. Een formule die uit twee delen bestaat. In het eerste deel hebben zij de belofte van trouw aan zijn majesteit de koning uitgesproken, waarbij zij trouw beloven, dan wel zweren, aan de persoon van het staatshoofd, lid van het Huis van Oranje, dat historisch gezien onverbrekelijk is verbonden met het Nederlandse volk en de krijgsmacht. In het tweede deel hebben zij gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht beloofd, dan wel gezworen. Deze gehoorzaamheid en onderwerping zijn cruciaal voor het functioneren van de krijgsmacht, gezien onze bijzondere taken veelal onder moeilijke omstandigheden. De vroeger vaak gebezigde kreet voor koning en vaderland krijgt tegenwoordig een andere betekenis. Het is de Nederlandse regering die bepaalt of en waar de krijgsmacht wordt ingezet. Onze regering zet ons in waar instabiliteit heerst of waar zij onze inzet nodig acht. Dat kan zijn binnen onze koninkrijksgrenzen in de vorm van bijstand, zoals de inzet van personeel tijdens de coronapandemie, maar ook bijvoorbeeld counter-drone inzet of de watersnood of bij Prinsjesdag. Ook buiten de landsgrenzen worden wij ingezet. Want instabiliteit daar kan leiden tot instabiliteit bij ons. En ik noem hier nadrukkelijk de activiteiten die volgen uit het Oekraïne-conflict, waardoor onze collega's nog recentelijk zijn ingezet. De krijgsmacht is het instrument van onze regering om een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van instabiliteit waar ook ter wereld. Al deze inzet is niet zonder gevaar en is als vanzelfsprekend aan nationale en internationale regels gehouden. Zojuist beëdigde militair. Besef dat we soms onder tijdsdruk, onder moeilijke omstandigheden, moeilijke beslissingen nemen, waarvan de uitkomst soms lastig is te overzien. Besef ook dat de opdrachten die u mogelijk geeft, ontvangt of uitvoert, niet in strijd mogen zijn met de gedragsregels, de nationale wetten en internationale verdragen. Realiseert u zich deze verantwoordelijkheid, maar loop hier niet voor weg. In de geest van de beëdigingsformule staan integriteit, loyaliteit en discipline centraal. En ik vraag jullie er alles aan te doen om je taken zo goed mogelijk uit te voeren. Elke kans die we krijgen ons te verbeteren, moeten we aangrijpen. Opleiden, trainen en inzet dienen we als ons gewone werk te beschouwen. Vakmanschap, kameraadschap en de wil om het beste uit onszelf te halen zijn hierbij belangrijke kenmerken. Jullie zijn, waar ook ter wereld, het visitekaartje van de Nederlandse luchtverdediging. Commandant DGLC zal nu de eenheden laten afmelden. Na het afmelden zal de paradeinspecteur in zijn adjudant de paradeplaats verlaten. Afdeling, hey, acht! Brengt, goed! Op dit moment wil ik ook aangrijpen om eens even te laten zien dat er ook binnen de gemeente Gemert-Bakel vele veteranen zijn. Ruim 300 binnen deze gemeente alleen al. Mag ik even de veteranen van de gemeente Gemert-Bakel verzoeken te gaan staan? En u mag ook even blijven staan. Deze veteranen gaan vaak op missies van 4 tot 6 maanden of tot zelfs tot een jaar. Moet u maar voorstellen dat uw vader, uw moeder, broer of zus gedurende een zeer lange tijd weg is en in onzekere tijden. Ik laat een aantal even de revue passeren. Korea, Nederlands Nieuw-Guinea, Bosnië, Irak,
Litouwen, Roemenië, Mali, Albanië, Griekenland, Turkije, Cyprus, Libanon, Congo, Sinaï, Jemen, Pakistan, Afghanistan, Irak, Slowakije. Dit is maar een kleine greep uit de vele missies waarvan er hier vele veteranen aanwezig zijn. We willen de veteranen vandaag echt eens een keer in het zonnetje zetten, want daar hebben ze het namelijk verdiend. Marcel, mag ik de regiment vervaren? Ga de grenadiers en jagers het requiem voor een soldier uit de Band of Brothers ter orde te brengen. De genodigden voor de commandooverdracht van het Korps Luchtartillerie zullen nu de paradeplaats betreden.
Best. Maak nu uw aandacht voor de toespraak van de commandant van het korps luchtdoelartillerie. Maar allereerst, praatcommandant, wilt u de luchtverdedigingsmars laten spelen? Terecht applaus. Oud-commandanten en adjudanten van het Korps Luchtartillerie,
wapenbroeders van het Korps Rijdende Artillerie en Veldartillerie. Nogmaals, en van ganse harte welkom, burgemeester Van Veen. Collega's, genodigden en andere aanwezigen. Fijn dat jullie er allemaal bij zijn en onderstreept het belang van deze gebeurtenis. Ik zal zometeen het commando over het Korps Luchtdoelartillerie overdragen aan de luitenant-kolonel Wesley Dijkshoorn. En dat doen we hier op deze mooie locatie in Geemert. En ik ben de burgemeester Van Veen dan ook zeer erkentelijk voor het ter beschikking stellen van deze locatie en faciliteiten. Burgemeester Michiel, dankjewel. Waarom een korps en de daarbij horende traditiebeleving? Een terechte vraag. Want iedere eenheid heeft toch al een commandant? Voor de niet-ingewijden en geïnteresseerden zal ik dit toch kort toelichten. Een regiments- en korpsstructuur, zoals die binnen de Koninklijke Landmacht kennen, vormt een uniek instrument om invulling te geven aan saamhorigheid en identiteit. Daarmee is het ook mogelijk om een verbinding te leggen over generaties heen. Het regiment of korps biedt, zoals de Britten zeggen, een lifetime membership. Hoe lang of hoe kort je ook hebt gediend. Deze structuur, met de binding aan eenheden en identiteit, kan tevens van groot belang zijn voor de veteranenzorg. Ook daarom is het zinvol om hierin te investeren. De bijbehorende traditiebeleving van zo'n korps is de force multiplier die de basis vormt voor eenheidstrots, die kan samenbinden en zelfs een moreel booster kan zijn. Dit is ook internationaal een erkend feit en wordt vrijwel overal ter wereld doelbewust vormgegeven en ingezet om eenheden effectiever te maken. Traditiebeleving wordt overigens door de regiments en korpsleden zelf vormgegeven. Het is van ons voor ons. Het Korps Luchtartillerie is bovendien geworteld en historisch verbonden aan het Korps Veldartillerie en het Korps Rijdende Artillerie. Voor de traditiebeleving is de inzet van militairen buiten dienst en talrijke vrijwilligers niet alleen onontbeerlijk, maar door de verbinding tussen de generaties ook een essentieel onderdeel hiervan. Dit is dan ook het moment en de plek om de wapenoudsten der artillerie, de collega's van de Wapentraditieraad Artillerie, de korpstraditieraadleden, de korpsadviseurs, de korpsadjudant, de vertegenwoordigers van de veteranenvereniging, grondgebonden luchtverdediging, de historische collectie, de vertegenwoordigers van de andere korpsen, de vrijwilligers en alle anderen die hebben bijgedragen aan het versterken van onze identiteit, te bedanken voor hun niet aflatende effort ter versterking van het korps en de traditiebeleving. Mijn oprechte dank. Een korps dus, voor een duidelijke eenheidsidentiteit waarmee mensen zich kunnen vereenzelvigen en die zo bijdraagt aan de gevechtskracht. Een korps ook dat kan terugkijken op een rijke geschiedenis. Denk aan de inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de Koude Oorlog. Ons korps, het Korps Luchtartillerie, bestaat inmiddels alweer 102 jaar, waarvan ik in kleine 7 jaar de korpscommandant heb mogen zijn. Hoewel het niet mijn bedoeling is om een complete bloemlezing van de afgelopen 7 jaar te geven, wil ik los van de talrijke terugkerende herdenkingen, reunies en ceremonies een paar punten uitlichten die mij bijzonder geraakt hebben. Voor mij zijn dat vooral de verhalen van mensen, vaak collega's en nabestaanden van collega's, die dit werk zeer persoonlijk maken en een tijdloos karakter geven. De kleurloze verhalen uit het verleden worden daarmee ingekleurd en die wordt er persoonlijk ingezogen. Wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt zijn de verhalen rondom de uitreikingen van de mobilisatie-oorlogkruisen aan de nabestaanden van onze collega's, oud-militairen, die zijn ingezet rondom de meidagen 1940 en in het voormalig Nederlands-Indië, waarbij ik ook telkens weer geraakt ben door de dankbaarheid van de nabestaanden. Speciaal was ook het uitreiken van het ereteken voor orde en vrede aan, veelal, de nabestaanden van militairen die in het voormalig Nederlands-Indië, dan wel daaropvolgend Indonesië, tot 1951 hebben gediend en het uitreiken van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis van militairen die hebben gediend in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Met soms zelfs een uitreiking aan een oud-militair persoonlijk. Een zeer speciaal moment was tot slot de herbegrafenis van de soldaat Daniel Dees, die op 10 mei 1940 is omgekomen bij het verdedigen van het vliegveld Waalhaven bij Rotterdam en na een eerdere begrafenis op 18 november 2021 in aanwezigheid van nabestaanden is bijgezet op het militaire ereveld te Grebbeberg.
maar nu van het verleden naar de nabije toekomst. En dan richt ik mij tot de aanstaande korpscommandant, Wesley. Ik weet dat het korps luchtlotterie bij jou in goede handen is. Je neemt een korps over dat verbonden is en samenwerkt met tal van andere eenheden en verenigingen. Met een bloemrijke geschiedenis en een nog mooiere toekomst. Een korps dat bovendien weer groeit en waar jij inmiddels je sporen verdiend hebt. Dat een effectieve luchtverdediging overigens al lang belangrijk is, wil ik duiden aan de hand van een exclusief interview uit de Telegraaf van de majoor A.J. Maas. Dat gaat over de kwetsbaarheid van Nederland tegen een luchtoffensief. En hij zegt daarover in die krant: het is gevaarlijk, maar geenszins hopeloos. Dat was in ieder geval zijn inschatting. Het artikel in kwestie overigens stamt uit 1934 en is inmiddels 90 jaar oud, maar heeft van actualiteit nog niet heel veel ingeboet. Wesley, doe je best voor het korps. Je weet immers nooit wanneer de luchtverdediging weer opnieuw keihard nodig is. En omdat korpscommandanten niet worden herinnerd aan de lengte van hun speech, ga ik afronden. Ik wens jou veel succes en plezier met je nieuwe verantwoordelijkheid. Paradekant, mag ik jouw verzoek om over te gaan tot de commandoverdracht van het korps luchtlotje? De commandant zal nu formeel het commando van het korps luchtdoelartillerie overdragen. De vaandel van het korps luchtdoelartillerie zal het vaandel hiervoor overhandigen aan de commandant. Afdeling, mee, acht. Vaandel, korps luchtdoelartillerie, uitgetreden. Met het overhandigen van dit vaandel draagt het commando over het korps luchtlotterie over. Met het aanvaarden van dit vaandel aanvaardt dit commando over het korps luchtlotterie. Afdeling, op de plaats! Rust! Rust! Mag ik nu uw aandacht voor de nieuwe commandant van het korps luchtdoelartillerie? Raad de commandant, wilt u het korpslied van het korps luchtdoelartillerie laten spelen? Muziek, het korpslied van het korps luchtdoelartillerie. We'll be right back.
Meneer de burgemeester van Veen, oud-commandanten en adjudanten van het Korps Luchtartillerie, wapenbroeders van het Korps Rijdende Artillerie en Veldartillerie, collega's van de Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando, genodigden van de zojuist beëdigde militairen en alle overige aanwezigen. U bent zojuist getuige geweest van de overdracht van het commando over het Korps Luchtartillerie van de scheidend korpscommandant aan de aantredend korpscommandant. En deze overdracht gaat gepaard met militair ceremonieel en protocol. Dergelijke activiteiten vinden doorgaans plaats op een defensieobject, achter gesloten hekwerken en uit het publiekelijk zicht. Maar de afgelopen jaren is er een trend ontstaan dat defensie steeds vaker naar buiten treedt en dit soort activiteiten steeds meer midden in de maatschappij doet. Dat doen wij omdat wij vinden dat wij een doorsnede van die maatschappij vertegenwoordigen. En ook letterlijk midden in die maatschappij horen te staan. Want het is precies die maatschappij die wij vanuit onze grondwettelijke taken beschermen als wij vanuit de Nederlandse regering daartoe de opdracht krijgen. Dat kan overal ter wereld zijn, maar ook dicht bij huis. Ik wil dan ook burgemeester Van Veen bedanken en zijn medewerkers voor de aanwezigheid hier vandaag, de geboden mogelijkheid en de getoonde gastvrijheid om deze overdracht midden in de gemeente Bakel plaats te laten vinden. En uw aanwezigheid hier vandaag onderstreept het wederzijdse belang van de relatie tussen de populatie op onze kazerne in Vredepil en de gemeente Bakel. En die wordt gekoesterd en gewaardeerd. Burgemeester, dank u wel. Ik wil ook de scheidend korpscommandant bedanken voor al zijn tijd en energie die hij heeft gegeven in een betrekkelijk lange functieduur als korpscommandant. Er ligt een stevig fundament om op voor te bouwen. En in de afgelopen jaren heeft u het korps ook toekomstig bestendig weten te maken. In de krijgsmacht, waarin er sprake was van groei in plaats van krimp. En er veel dynamiek was in de oprichting en herinrichting van verschillende gardes, regimenten en korpsen binnen de koninklijke landmacht. Kolonel, dank u wel. Dames en heren. Voor u staat een trots korpscommandant. Toen ik mij in augustus 2002 meldde op de Prins Maurits kazerne in Ede voor mijn vaktechnische opleiding tot officier luchtartillerie, kreeg ik te horen dat ik diezelfde middag mijn opwachting diende te maken bij de korpscommandant. Ik had toen geen flauw benul van wie die man was en waar die nu precies commandant van was. Wellicht weet u dat ook niet, en daarom leg ik dat graag nog even kort aan u toe. De functionele indeling van de Koninklijke Landmacht bestaat uit zogenaamde wapens- en dienstvakken. En ieder wapen of dienstvak heeft een eigen, kenmerkend en onderscheidend optreden. En in het geval van de luchtartillerie is dat het vanaf de grond bestrijden, vanaf de dreiging, vanuit de lucht op het grond optreden. Lang geleden kende de voorloper van de Koninklijke Landmacht, het veldleger van de vorst, met zogenaamde gardes, regimenten en korpsen. Ik zal die verdere ontstaansgeschiedenis en doorontwikkeling van ruim 200 jaar besparen. Maar een garde, regiment of korps omvat vandaag de dag alle actief dienende militairen die de eed of belofte hebben afgelegd op het vaandel of standaard van dat garde, regiment of korps, ongeacht rang of stand. Dat zijn dus zowel de militairen die zojuist de eed of belofte hier op dit plein hebben afgelegd, als ook de militairen die in de komende tijd met functioneel leeftijdsontslag gaan na een lange loopbaan bij Defensie. Dat zijn zowel de luchtdoelartilleristen die werkzaam zijn op de luitenant-generaal Bestkazerne, als de luchtdoelartilleristen die elders werkzaam zijn binnen de Nederlandse krijgsmacht. Maar wat al deze luchtdoelartilleristen met elkaar verbindt, is het korps luchtdoelartillerie. Samen met de korpsadjudant is een korpscommandant verantwoordelijk voor het creëren en bestendigen van de onderling gevoel van verbondenheid en kameraadschap binnen het korps. Het behouden en voortzetten van een zinvolle traditiebeleving en het toezien en handhaven van gedeelde normen en waarden. Nou, al deze verantwoordelijkheden zijn te vergelijken met die van het hoofd van een stam. En die parallel wil ik dan ook trekken. Wij zijn de stam van krijgers met een specifieke taakstelling om ons eigen en bondgenootschappelijk grondgebied te verdedigen tegen dreiging vanuit de lucht. Een groot deel van ons staat paraat om ingezet te kunnen worden binnen een korte reactietijd. En dat geldt ook voor de zojuist beëdigde militairen. Ik richt mij dan ook speciaal tot jullie,
En ik wil jullie dan ook vanaf deze plaats van harte welkom heten bij het Korps Luchtartillerie. En ik wens jullie veel plezier en succes. Maar tegelijkertijd wijs ik jullie er ook op dat jullie vanaf nu ingezet kunnen worden als daar aanleiding toe is. Besef dat goed. Aan de andere korpsleden doe ik dan ook de oproep om hen op te nemen in onze gelederen en zich onderdeel te laten voelen van een groter geheel dat voor hen klaarstaat met raad en daad. En als de nieuwe commandant van het Korps Luchtartillerie vraag ik aan alle korpsleden om hier samen in het heden te staan, samen respect te houden voor het verleden en samen het vizier op de toekomst te richten. Dames en heren, ik ga afsluiten. Als geboren en getogen Rotterdammer ben ik al vroeg in mijn jeugd doordrongen geraakt van de mogelijke gevolgen van de verwaarloosde luchtverdediging. Maar ook de beelden van de verwoesting in Oekraïne en de heldhaftige pogingen om de Russische lucht- en raketaanvallen te pareren onderstrepen voor mij een treffende zinsnede die staat vermeld op de inleidende pagina van de eerste doctrinepublicatie die ik ooit bestudeerd heb. Dat was de Leidraad Luchtverdediging. En daarin staat: met luchtverdediging alleen wordt een oorlog niet gewonnen, maar bij gebrek eraan wordt deze wel verloren. Paradecommandant, wilt u het Wilhelmus ten gehore laten brengen? Mijn ere! Goed! Dank u wel, u mag weer plaatsnemen. Commandant Korps Luchtartillerie zal nu de eenheden laten afmelden. Na het afmelden zal hij samen met commandant DGLC de paradeplaats verlaten. Paradecommandant, wilt u de aangetreden militairen afmelden? Afdeling, acht, breng, goed. Inhouding, start, op plaats, rust. Dames en heren, de paradecommandant zal nu de vaandelgroep laten afmelden. Mag ik u verzoeken wederom te gaan staan? Thank you.
Goed. Dank u wel, u mag weer plaatsnemen. De paradecommandant zal nu de burgemeester en lokale burgemeester uitnodigen voor de receptie. De paradecommandant zal ook de genodigde, persoonlijke genodigde van de korpscommandant uitnodigen voor de receptie. De regiment van Varen, garde, grenadiers en jagers. Maak een applaus voor deze man.
collega C, dankjewel voor jullie aanwezigheid. Zag er prima uit wat mij betreft. Lange staar, eenheden ter beschikking. Let op, dadelijk na het inrukken, voor de kiezers, morgen bij de batterij lopen, zijn we er weer. Let op, batterij, geef, acht, in, druk, was.